Goedemorgen allemaal, ik ben Jeroen Haag, ik ben adviseur circulaire economie. Dat is een impulsprogramma, het landelijke impulsprogramma van Rijkswaterstaat. En werk daar onder andere aan ketensamenwerkingen. Vanuit de overtuiging dat je ook niet alles vanuit een inkoopperspectief kan oplossen. Voor deze grote transitie circulaire economie waar we voor staan. Dus ook ketensamenwerking ben ik met de houtsector ben ik een paar jaar geleden ook... gestart. Ik probeer daar het gesprek aan te gaan. Een van de ontwikkelingen is natuurlijk waar we nu vandaag ook met elkaar over spreken, de houten verkeersbruggen. Voor een referentieontwerp, een referentiestudie, variantenstudie, is er een brug die vervangen moet worden. Daarin werd in eerste instantie hout ook niet meegenomen. Dus daar hebben we ook een houtontwerp voor laten maken. Daar ga ik nu niet te zeer op in. Dat is nu op dit moment ook in aanbesteding voor de planfase. Zo kan ik niet al te veel over delen. Maar wat we wel belangrijk vonden in dat traject is ook naar buiten kijken. Want in het begin kwamen we natuurlijk al veel belemmeringen ook tegen. Nou, dat is ook bij onze organisatie zo. En daarom dacht ik, het is goed om eens even te kijken ook buiten Nederland. Dus dit is eigenlijk de context die ik net benoemde. Van, zou dat in Nederland ook kunnen op basis van ervaringen vanuit andere landen? Veel van deze onderwerpen zijn al voorbij gekomen, maar dit zijn een aantal aspecten waar vooral vanuit de techniek ook aan gedacht wordt. Ik ga nog heel even terug naar de eerste slide, want ik wil nog even Anders Nekkerveld benoemen die deze studie ook gedaan heeft voor dit project. Dus Anders is ook aanwezig vandaag. Ik ga er kort voorbij, doorheen. Op welke aspecten moet je dan op letten? Ik sluit ook af met een aantal constateringen of signalen die we ook vanuit de markt ontvangen hebben. De hoofddagconstructie is een mooi voorbeeld. We hoorden net al iets over opofferingshout of afdekken. Die komt ook nog even voorbij. Maar hier is ook de keuze: doe je dat eronder of doe je dat in een boogconstructie? Een aantal van de objecten zijn ook eerder viaducten, maar je zou het ook als brug kunnen toepassen. Er is een aantal voorbeelden van verschillende type hoofddraagconstructies met verschillende keuzes, uitgangspunten die daar aan de grondslag lagen. Bescherming, dit zijn twee voorbeelden. Ik zag net iets voorbij komen van dek. Ik maak dekken van composiet. Aan de rechterkant zie je een dek, of niet een dek dan, maar een afdekking van de hoofddraagconstructie door zink. Ook altijd weer letten op de milieu-impacten, zowel met composieten als zink. Het gaat misschien langer mee, maar misschien is dat opofferingshout wel een meer duurzame oplossing. Als je dus ook bereid bent meer in onderhoud te doen. Dus een frequentie van inspectie omhoog te doen ten opzichte van staal, wat je bijvoorbeeld gewend bent. Dat voorbeeld, de overspanningen. Wel lastig om te onderscheiden. Ik merk het zelf ook uit onze systemen. De digitaal informatiesysteem van kunstwerken. Het staat niet altijd helder in beschreven wat nou de exacte overspanning is. Dus ons referentieobject was zo'n 50 meter overspanning. Dan ga je daar naar op zoek. Maar dat is toch best wel lastig. Bij 60% was dat gelukkig wel te vinden. Van de circa 40 bruggen die we vooral in Europa gevonden hebben. Een aantal ook wel in Canada en in Amerika. Maar gemiddeld is zo rond die 40 meter. Dus als je dan kunt zeggen, oké, we kunnen dat ook weer naar 50 meter oprekken, dan moet dat ook zeker mogelijk zijn voor een brug van 50 meter overspanning. En de grootste is dus in Noorwegen, die er op dit moment is. Terwijl dat daar de intensiteit wat lager is van de voertuigen die we verwachten bij de referentiebrug. Sterkte is natuurlijk ook een heel belangrijke, ook een van de vooroordelen denk ik die in het begin even geschetst werden. Dit is een heel mooi voorbeeld waar ook echt zwaar materieel overheen kan. Dus de NAVO-norm is dat kennelijk meer dan 100 ton materieel, omdat het hier tussen twee lichtoeverterreinen ligt. Dus even de sterkste houten bruggen en dus kan je daaraan terugredeneren dat hij er misschien ook een grotere verkeersintensiteit aan kan met een lagere belasting. Wat er wel gevonden is, dus de houtlanden, de Noorwegen, Zweden, zie je wel dat het mindere verkeersbelasting is. Dus het is ook wel interessant om dat natuurlijk te gaan vertalen, van hoe werkt dat dan door in de ontwerpen voor de Nederlandse situatie. En een laatste punt is eigenlijk die levensduur.
We hebben net al gehoord natuurlijk dat dat ook een heel belangrijk onderwerp is. Zelfs 100 jaar is al wel gevonden, voorbeelden in Canada. Maar dat zijn natuurlijk ook kleinere bruggen en een kleinere verkeersintensiteit. Dus ook dat is interessant om daarvan te kunnen leren, maar ook wel weer nodig om ook echt te gaan vertalen naar de situatie hier. En zo ook natuurlijk de verschillen in klimatologische omstandigheden. Van wat heeft dat voor effect op de levensduur? Dat eigenlijk een beetje een soort greep uit een aantal van die 40 bruggen die wij gevonden hebben in deze studie. En ga ik nu even kort in op een aantal indrukken die wij kregen uit de gesprekken in de markt in Nederland. Een beetje onderverdeeld naar deze drie onderwerpen. Dus over materialisering is er eigenlijk heel veel mogelijk. Gelamineerd naaldhout. Ook Nederlands naaldhout zou daarbij een optie kunnen zijn. En dat is natuurlijk ook wel weer interessant, ook in relatie bijvoorbeeld met de bossenstrategie die LNV eind vorig jaar gepresenteerd heeft. En dus wat voor toepassingen uit de Nederlandse bossen zou je ook in de GWW naast de bouw, waarin dat al wat meer besproken wordt, natuurlijk kunnen gebruiken. Akoya en tropisch hardhout is natuurlijk ook nog steeds een optie. We net zagen natuurlijk tropisch hardhout bij het voorbeeld van provincie Groningen. Het handboek is al even genoemd, dus daar ga ik verder niet op in. Maar dus dat is wel erg belangrijk om bij de keuze van het materiaal ook heel goed te kijken naar de detaillering. Omdat dat dus ook weer een groot invloed heeft op de verwachte levensduur. Klimaat heb ik net al even benoemd. Dat zijn eigenlijk de voorbeelden daarvan. Wat wel aangegeven werd van, stel dat je een aanbesteding hierin zet, dan is misschien een design- en constructcontract, wat dan de laatste zeg maar 10, 15 jaar toch redelijk standaard is, misschien wat minder aan te raden. Omdat er toch wat minder ervaring is ook met de ontwerper van hout. Dus daar werd wel gezegd van, nou zou je die ontwerpverantwoordelijkheid misschien toch ook bij de opdrachtgever willen laten. Ik denk dat een bouwteam nog eens een mooie tussenoplossing zou kunnen zijn, waar Groningen ook voor gekozen heeft. Dus dat betekent ook werk aan de winkel voor de marktbenaderingsstrategie van Rijkswaterstaat. Om daar ook anders naar te kijken. Levensduur, natuurlijk ook alweer eventjes benoemd, hè, maar maken we realistisch. Hè, is die 100 jaar vanuit de gebruiksfunctie ook inderdaad realistisch. Nee, dat blijft zoeken ook. Waar is dat ooit vastgesteld? Door wie en hoe ga je dat beïnvloeden? En nou ja, op zich die 80 jaar lijkt mij best een logische. Ook vanuit de ervaringen die we hebben gezien in deze studie. MKI hebben we net al even gehoord. Okay. Dat is een gebruikelijke methode ook voor voor resultaten die we gebruiken in aanbestedingen. Dus dat zou ook hier een hele goede manier kunnen zijn. En kosten werd ook al wel benoemd vanuit onderhoud. Kostenneutraliteit is ook al wel gezien. Niet overal. Kijk hoor, deze hier staat dat iets meer. Deze studie geeft aan dat het ongeveer 1% van de investeringskosten is aan onderhoudskosten. Dat komt wel overeen ook met wat wij hebben ervaren en inmiddels dat ook hanteren. 1 à 2% zelfs voor bijvoorbeeld brugviaducten. De frequentie heb ik al wel even genoemd. Hè. Het voorbeeld op dit moment natuurlijk van de bruggen in Sneek, die Rijkswaterstaat in beheer heeft, is daar een slecht voorbeeld van, denk ik. Omdat daar de beheersfrequentie eigenlijk niet is aangepast. En het is natuurlijk een heel innovatief ontwerp. En daar is het beheer eigenlijk onvoldoende op ingesprongen, is mijn beleving. We moeten natuurlijk geen conclusies worden dat we daardoor hout niet meer moeten gebruiken. Maar we moeten blijven leren en de juiste detaillering ook toepassen om dit soort problemen die we daar hebben te voorkomen. Ja, het belangrijkste als laatste eigenlijk is echt dat je die verschillende domeinen ook echt betrekt. Robert noemde dat ook wel eventjes. Bij het hele ontwerp traject. Dus de integrale benadering van dus ook beheer- en onderhoudskennis en misschien wel de rationales die erachter liggen van we willen zo min mogelijk inspecteren, nou, dan dat zou je misschien juist wel moeten aanpassen. Maar die detaillering is ook erg belangrijk en gelukkig komt daar dus deze zomer weer een
deze zomer waarschijnlijk. Ik zag net einde van het jaar, volgens mij moet dat wat eerder, staat het eerder op de planning. Weer een herziening van dat alweer bijna 20 jaar oude handboek. En dat is ook een belangrijke ontwikkeling, denk ik. De conclusies vanuit dit willen we eigenlijk, dit is even een kort overzicht wat ik hier wil geven, graag in de vervolgsessies ook verder met jullie bespreken. Die heb ik voor vanochtend even weggelaten. Tot zover in vogelvlucht de resultaten van deze studie.